Allemaal vanuit een studio in Los Angeles gemaakt. Je hebt hier een... Ja. Kom even met me mee, Tom. Een mobiele studio. Ja. Want jij zegt, ik zou een kleine stoomcursus... Nou, een kleine demonstratie. Ja. Demonstratie. Het leuke is, ik heb wederom een studio op schaal meegenomen. Dus ik kijk, zal dus even... Dit knopjes. Dus ik heb bijvoorbeeld een koor heb ik bij me. Ik heb... Oké, we zijn weer terug. Wat ik dus eigenlijk even wilde laten zien. Ik wilde een scène laten zien uit de Heineken-ontvoering. Uh-huh. En we laten hem eigenlijk zien zonder de muziek die ik uiteindelijk ervoor geschreven heb. De scène die we nu zien is dat de hoofdpersoon in deze film, Rem, die komt thuis. En die ziet zijn vader, die heeft onwijs gesopen. En die is gewoon, Rem is holleder, hè? Ja, die is holleder. Die is in slaap gevallen. En die pakt hem op een gegeven moment op en brengt hem naar boven. Maar laten we nou... Er is een liefdevolle scène. Ja, liefdevolle scène. Maar laten we nou bijvoorbeeld er eens iets van maken van... Misschien moet dit gewoon een apocalypse scène worden. Waarbij we gewoon een groot koor aanrukken. Ja, kijk. Misschien moet het dat zijn. Of misschien, nu ligt hij in bed en hij is eigenlijk aan het nadenken over de kidnapping. Maar misschien moeten we dat gewoon helemaal hier niet doen. Hier maakt hij de plannen voor. Nee, ja, misschien heeft hij wel een geile droom of zijn vriendinnetje. En doe we. Ja, hier doet hij de echte planning en pakt hij uiteindelijk zijn ski-mask. Maar laten we daar gewoon iets van maken van... Deze is leuk ook, hè? Met andere woorden, hè? Tom, sfeer... weet je, ik heb een idee. We gaan Gone with the Wind helemaal restylen. Oh, met zo'n te gekke panda-muziek. Maar nu is het misschien leuk om even te laten horen wat het is, zeg maar, geworden. Maar jij krijgt het beeld natuurlijk met de instructies van de regisseur. Het is zo'n scène. Maar toch kan jij die nuances nu overdrijven schommelen. Ja, dit is heel erg zwart-wit. Ja. Nee, want je krijgt de film. Normaal is het geheel. En dan heb je... In dit geval was het met Maarten Treur niet. En het leuke met deze film was, en dat is echt uitzonderlijk... is dat ik bijna alle muziek voor de film gemaakt heb op het script. De film was nog helemaal niet geschoten. Dus ik had het script gelezen en ik had verschillende ontmoetingen. Hij pakt zijn vader op, loopt trap op. Ja, en dat stond dus gewoon in het script. En ik heb dus stukken muziek gemaakt. En Maarten gaf me dan feedback. Die zei van, nou, ik vind dit, zet je te zwaar aan. Of hier ben je veel te licht. Hier moet je echt... Alles moet je uit de kast trekken wat je kan. Dus ik heb heel veel stukken muziek gemaakt. Bijna 50 minuten. Voordat ze de film gingen schieten. En hij heeft zelfs toen... Rutger Hauer, toen hij Heineken was. En toen hij dus ook die benauwende scènes moest spelen... dat hij opgesloten was. Heeft hij constant die koptelefoon opgezet... met die hele angstaanjagige, benauwende muziekjes die ik daarvoor had gemaakt. En dat hij zei, oké, ik begrijp het. En dat ze dan de scène gingen... Zullen we tot slot kijken wat het geworden is? Ja. Gaan wij weer rustig aan tafel zitten? Ja. Wat zien we? Wat heb je gekozen? Ja, dit is het moment dat hij thuiskomt en dat hij eigenlijk... Ja, zo medelijden met zijn vader heeft en het zo verschrikkelijk vindt. En hij gewoon het leed ziet van zijn vader. Zijn vader die werkte dus bij Heineken. En in de film wordt de suggestie gewekt dat Heineken zelf zijn medewerkers dwong te drinken als ze bier moesten verkopen als vertegenwoordiger. Waardoor zijn vader dus een alcoholist was geworden. Dus hij legt hem hier in bed, heel erg liefdevol. Ja, en hier komt dus die omslag. Hier is die woede. Hij kan niet slapen. Het kookt allemaal in zijn hoofd. En wat hij wil gaan doen. En eigenlijk heeft hij al met zijn vrienden besproken dat ze Heineken gaan pakken. Maar ik denk dat hij er nog niet helemaal klaar voor was. En eigenlijk deze scène heel langzaam brengt de kijker toe naar een moment van... Ja, hij is er klaar voor. Hij gaat het gewoon echt doen. En eigenlijk is echt de omslag continu op het moment dat hij het ski-mask omzet. Dat je weet, oké, hij gaat het echt doen.